Een afstand tot de arbeidsmarkt, maar toch aan de slag als meubelmaker. Dat gebeurt bij Uit de Buurtfabriek in stadsdeel Tongeren. Zo ook Rob. Hij was werkloos en wordt nu opgeleid tot vakman. Ik heb autisme en ik zocht naar een plek waar ik wat meer structuur zou kunnen hebben. En waar ik met mijn handen zou kunnen werken en meer onder de mensen ben, want ik zat veel thuis. En dat bieden ze hier eigenlijk. Al jaren helpt de Buurtfabriek mensen die moeilijk aan de bak komen. Met als doel weer snel op eigen benen staan met een betaalde baan. Veel van onze teamleden hebben al verschillende paden bewandeld. En komen bij ons met heldere leerdoelen. En door ze op te nemen in het team en door ze te begeleiden bij de activiteiten die we hier doen, behalen ze die doelen. Elke deelnemer start met een cursus houtbewerking. Daarna begint het echte werk. Begeleider Cies maakt op dit moment samen met de vrijwilligers deze picknicktafel. Mooi, mooi. We zijn nu eigenlijk een beetje halverwege het project. Dus je ziet hier overal in de werkruimte zie je verschillende onderdelen liggen. Daarop, maar ook mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of die een iets ander formaat hebben. Die kunnen in het midden van de picknicktafel, is eigenlijk een plek waar geen bankjes zitten. Dus dan kunnen ze tussen de andere mensen in toch erbij horen en daar prettig zitten. Ben ik de onderstellen voor de bankjes aan het maken. Dus die moet netjes afgetekend worden. Die moeten er vervolgens voorgeboord worden en worden ze hierop vastgeschroefd. En hier komen mensen dan op te zitten. Tot nu toe heeft de Buurtfabriek 80 mensen op weg geholpen naar een betaalde baan of opleiding.